heb het al een paar keer gezegd, maar ja, het is omdat ik er zo trots op ben. Ik ben al een paar jaar meter van de Melkerie. Een trainingsploegje van profrenners. En Jonas Rikaert is daar één van. Je weet wel, een die met zijn kapotte knie. Hallo. Hallo Jonas. Hallo. Hoe is het met je knie? Goed, goed, goed. Ready? Ja. Wij volgen vandaag dwars door Vlaanderen op de coolst mogelijke manier in onze eigen volgwagen. Onze chauffeur vandaag is de schoonvader to be van Yves Lampaert. En uitgerekend die Yves Lampaert kan vandaag voor de derde keer dwars door Vlaanderen winnen. En dat willen we niet missen natuurlijk. Let's go Geert. Amai, ik heb er zin in. Dank u. Vind je dat nu ambetant of raar om hier te lopen, nu dat je niet meer rijdt? Het is een van mijn lievelingskoersen in het voorjaar, dus het is wel raar, maar het is wel een keer plezant om een keer te zien aan de andere kant. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Hey, dag Linde. Hallo, wie gaat er vandaag dwars door Vlaanderen winnen? Wie denk je? We denken hetzelfde. Ja, Yves Lampaert. Forza Lampaert. Yves, hè? Ah, kijk, daar staat de bus van uw team. Ja. Dat is de bus van Wanty Gobert. Hier fietst ook Pieter van Zwijbroek bij. Zo, hey. Hallo. Wat zo tof is aan coureurs. Op dit uur van de dag ruiken die zalig naar wasverzachter. Allemaal. Ja? Het ruikt heerlijk. Ja. Jullie ruiken dat niet, maar... Ja. Het is Frederik Bakkaert. Een van mijn favoriete rosse coureurs van heel het peloton. Koffie dus. Hier hebben we ook een vriend zitten. Dag Bert. Nee, Ricky. Hoe zijn de benen? Laat ze mij een keer filmen. Ja, dat ziet er echt... Dat ziet er prima uit, Bert. Succes, hè? Ah, kijk. This is where the magic happens. Die hebben hun wasmachines mee. Hebben jullie ook wasmachines mee? Auw, nee. En hier komt dus de heerlijke geur van wasverzachter uit, hè? Hallo. Hoe is het? Zit het zitten? Ja. Dus Jens, ook lid van de Melkerie. En die gaat vandaag winnen. Zo, Linde, samen met Jonas Rikaert hier op Dwars door Vlaanderen in Roeselaar. Dag kijkers, van harte welkom in Roeselaar. En we kijken vooral naar de erelijst met Lampaert die daar 2 keer op staat. Ook Terpstra staat daar 2 keer op. Als een van die 2 wint, wordt hij recordhouder. En dan komen we bij Yves Lampaert van het trainingsgroepje De Melkerie. En wie is bij De Melkerie? Meter. Maar die staat daar op het hoekje. Daar is een merkkoe. En uiteraard als meter moet je een Jonas en ik zijn overal vandaag. Dus aan support gaat het u niet mankeren. Ja, maar hey, Jonas nu. Wat dan? Jonas, zit daar. Ik ga proberen om hier toch minstens 10 keer te zien passeren en op die manier naar de overwinning te schreeuwen. Ben je er klaar voor? Ja, ben je er klaar voor. Kom aan, Yves! Kom aan, Yves! Ik sta daar! Excuseer, sorry. Linde! Ah, oei! Ik zat in de verkeerde auto. Ja! Yves zag er wel relaxed uit, vond ik. Dat denk ik niet. Nee? Amai, nu rijden we achter de rode vlag. Ja. Oh ja, tof hier. Onze eerste stop, maar hier is veel volk. Kom aan, Yves! Die zijn in de fiets voorbij. Kom ik ook in hier vlog. Met deze nu wel, hè. Joehoe. Amai, dat vond ik al vrij tof, jongens. Heb je wat twee gezien daarnet? Ik zat nog redelijk van achter. Voor als Yves. We zijn op een fantastische plek, namelijk een VIP-tent van de koers. Dat is mijn eerste keer ook. Ja, wat vind je ervan? Spannend, groot, enorm groot. Eens kijken of we weer iets kunnen te pakken krijgen om te eten. Eten en drinken. Gratis. Hier ook Gella van de café. En waar is ze? Daar. In die gang hier. Hey. We zijn aan het werk. Ja, ja, ik ben aan het werk. Nu houdt hij al zijn zwarte bouillon te doen. Normaal. Hij gaat zijn zwarte trui niet meer aan hebben. Denk ik niet. Zijn zwarte boy, zoals ze hier zeggen. Ja, ja, ze zijn daar. Kom aan, Yves! En voilà, het is weer gepasseerd. Zie je Yves? Ja, je bent dat kopje niet nog. Ah ja, redelijk van voor dan nu toch terug. Dat is nu een Tijenberg dat we gaan doen. Dat is eigenlijk de berg van Tom Bonen, zoals ze altijd zeggen. De Bonenberg. De man gaat hier ontploffen. De Haaienberg nu.
Het staat er niet op je toppie voor, hè, Yves. Maar je zit stiekem ook nog altijd aan het zwemmen voor Mathieu natuurlijk. Hoe is het mij? Hij rijdt nu voor het peloton uit, dus ja. Dat klinkt goed, hij is goed bezig, hè. Ja. Yves komt eraan. Kom aan, Yves! Kom bezig, Yves! Hop, 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 hop. Maar ik wist niet dat je voor de koers te volgen zoveel conditie nodig had. In de Vlaamse Ardennen zijn er heel veel bochten. En zoals je ziet, heeft Arnoud ondertussen de kleur van perkament gekregen. Je ziet Geert. Geert, doe maar wat rapper, zo. Het is prima. Die zakje, serieus. Je ziet echt Geert. Kom aan, Yves! Kom aan, Yves! Nu gaan we naar de Holstraat, de plek waar we onze tekening hebben gezet. Dat is toch bij Arnoud? Ja. De grote finale, Jonas, wordt straks een spouwzak in Winnik. Ik kan hier fijn in dat kampje. Ja, ik heb er twee. Gaan we nog geraken? Daar is een helikopter al. Het is hier de loopwedstrijd dwars door Vlaanderen met helemaal vooraan de twee koplopers. Het zijn Jonas Rikard en de Merkel. Tegen de richting in gaan ze, beukend, met het schuim op de bek. De eenzame lopers in deze toch wel iconische dwars door Vlaanderen. De supporters worden gek. Dat zijn de werken van Linde Merkpoel, zeker. Het Lampaard, het is namelijk een meter van de melkerie. Dan dat rosse kopje. Ik neem aan dat dat Linde is, mag ik dat stellen? Dat is haar manier. Het is een soort van prinstekeningen om haar petekinderen aan te moedigen. En daar staat ze. Kom aan, Yves! Kom aan, Yves! Zou Meetje ook nog lukken bakken voor Yves? En fruitpap maken? Goeie cardio-training wel. Ik proef bloed. Hallo, dag Eva. De kans dat Yves zijn derde keer gaat verzilveren is niet heel ondertussen, weet ik bij monde van zijn eigen schoonvader. Jo. Het einde is in zicht. Finish. Zijn we nu naartoe aan het wandelen. Uw ploeggenoot kan winnen. Dat kan, ja. Mathieu van der Poel zit helemaal van voor. Oké. Okay. Gaan we sprint krijgen. Wat wordt het, Jonas? Goed, Mathieu. En komt Van der Poel daar nu nog over? Jawel. Ook iemand anders er nog over? Nee, 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 nee. Het is Mathieu van der Poel die dwars door Vlaanderen gaat winnen. Met overmacht, met overmacht. Oh. Mathieu van der Poel wint ja, ah, niet verwacht. Het is uiteindelijk geen lampje geworden, maar het is eigenlijk de next best thing. Want ziet de Jonas, hij verstopt het. Maar hij is super content, hè. Ploegwinst. Proficiat, mannen. Dank u wel. Goed gedaan, hè. Proficiat, mannen. Goed gereden, hè. Yveske. Ja, ja, goed erin, maar dank u. Ja, voilà. Dat ik ja, een beetje jammer, hè. Maar wel goed erin, hè. Ja. Lasten, zeker. Weet je wat ik zeg? Wat is het? Een goede opwarming voor zondag. Ja, dat is dat. Het, commissaire van de West. Commissaire. Heb je een tekening gezien? Ja, machtig, hè. Goed, machtig, hè? Ja, dat echt goed, en kom douchen. Twee keer zelf. Douchen. Salut. Jonas. Ja. Ik vond het super gezellig. Ik ook. Ik vond het een kei toffe dag. Maar nu moet het echt gedaan zijn met lummelen. Dat excuus van die knie, dat is echt meer dan genoeg geweest. Terug uw fiets op. Ik ja. verwacht u volgende week woensdag in de Scheldeprijs. Ja, daar gaan we een afspraak aan. Afgesproken? Ja, afgesproken. Oké. Okay. En ik heb winnen of zo. Dat heeft Meetje graag. Goed? Ja. Okay. Prima. Ik doe mijn best in.